Yo mensen, welkom bij weer een nieuw livestream in dit geval. En niet zomaar, want we gaan import-export doen. Ah, dat had ik niet moeten zetten, import-export. Nou, zeg maar auto stelen voor geld. En ik zit hier samen met de enige echte. Soms steeds van YouTube kanaal, soms steeds. Ja, kijk. Dat vind ik een hele goeie. Hey, jij bent er of niet? Oh, nice. Oh, we zitten met z'n tweeën, gek. Kut, ik krijg verkeerd. Serieus? Ja, kijk maar, we zitten met z'n tweeën. Oh, dat is nice, man. Ja, ik heb zelf. Ja, het is wel publiek. Het is wel publiek session. Oh, dat vind ik echt lekker. Oh, dat vind ik echt lekker. Ik heb maar 13k trouwens. Ik moet jou wel voor ophalen hier. Wacht, ik zal je even snel fighten van je CEO. Dan moeten ze even mijn eigen CEO in, hè? Ik bedoel je eigen CEO in. Nee, hoeft niet. Precies. Hoeft niet. Okay, ik heb er namelijk al een fight. Oh ja. Nou, maar dat hoeft niet, joh. Kom gewoon lekker bij mij erin. Dan mag jij rijden, ja? Dan mag jij rijden zometeen. Ik ga nu starten. Ai. Nou, mensen, Sam gaat zoals jullie horen ook live, dus. Ik hoop dat het wat wordt. Ik weet niet hoe ik moet zitten, jongen. Ken je dat? Dat je niet weet hoe je moet zitten. Dat is best vervelend. Ja, dat zit ook niet. Ik weet niet hoe ik wil zitten. Nee. Yo mensen, welkom bij een nieuwe, hoe wil je het noemen? Zoals altijd, live uitzending, video op mijn kanaal. Ik ben hier niet op. Daniel Groenendaal van het kanaal Daniel Groenendaal. Wat een intro. Wat heb je billet kerm? Oh, wacht op, kut. Zit je al mijn CEO of niet? Nee. Kut, accepteer hem dan maar even. Stuur dan, ik ga al mee. Oké. Even kijken of we nog steeds met z'n tweeën zitten. Dat zou wel fijn zijn eigenlijk, ook lekker. Gewoon in een public session. Nee, ik zal toen ik hier kwam joinen. Wacht, ja, we zijn nog steeds met z'n tweeën. Oh, ja, ik zal je nog even in fighten dan. Maar toen ik hier kwam, hè. Ben je er? Ai. Yep. Maar toen ik hier kwam, waren er gewoon drie andere mensen. Plus mij erbij is vier. En toen was jij opeens gejoind en toen was er opeens niemand meer. Ik vind dat chill. Ik zat hier ook vanmiddag, hè. Nee, zat ik gewoon in mijn eentje hier. Waar, ik vind het voor mijn mondkapje. Ja, ik vind het wel sexy, man. Ah, ik ga even, wacht, ik ga kijken wat er bij special. Hey, we kunnen die watermissie, die Blazer Aqua missie bij mij doen. Ah, weet je, we gaan gewoon normale auto's stelen, of niet? Mm-hmm. Kan jij ook op de truck? Oh, ik heb de achteraf. Welke truck? Ja. De ETR1 moeten we stelen. Die truck? Met zo'n schansding is voorop. Oh nee, die kan ik nog niet. Ik wel. Echt? Zo, jij bent echt snel, man. Even zonder grap. Mm-hmm. Schokje drinken. We kunnen die later nog doen. Mm-hmm. We zitten hier nog wel even, dus ik vind het goed, heet. Ja. Ik in mij hoef niet klagen. Als jij wil rijden, zou ik het. Mag ik rijden? Ik ga dus binnenkort ook een ding doen. Hey, mag ik rijden of wil jij rijden? Ik rij. Oh, jammer. Ik wil rijden namelijk. Ah, joh. Dan moet ik wel goed erin, hè? Ja, zeker. Maar, ja, jongen. Oh ja, wacht. Hij staat op PES. Oh, wacht even. Hier. Goed. Maar mensen, ik zeg het nou al een paar dagen, maar het gaat echt gebeuren. Binnenkort is er echt beeld. Wat is echt beeld? Zie jij even locatie? Ik zit te zoeken, maar ik kan niks vinden. God. Oh, hier. Hoppa. Ik zat de hele tijd te zoeken, maar... Ver. Nee, is niet ver, maar ik dacht dat het echt heel ver was, weet je wel. Maar wat bedoel je nou met echt beeld komen? Nou, je kan ook normaal met de camera doen. Ja. Dat gaat snel bij mij gebeuren. Ja. Oh, ik mag dat dus eigenlijk niet, maar ik ga het gewoon doen, hè. Dan zeg ik gewoon dat ding is van mijn PS3. Maar weet mag wat... dat niet, dan? Nou, ik weet niet. Mijn moeder... Ja. Ja. Dus ik weet niet. Mijn moeder vindt het gewoon niet fijn. Maar een beetje scheid aan haar, want... weet je wat er wel met mijn moeder is gebeurd? Oh, wacht. Die auto moeten we achtervolgen. En weet je wat vandaag met mijn moeder is gebeurd? Of nee, sowieso vandaag. Ze moest naar de eerste hulp. En nou denk je waarom, toch? Uh-huh. Nou, ze heeft een auto-ongeluk gehad.
Je moet wel rustig, man. Met een auto van 10.000 euro. Zo. Ja. Ik denk, je zit hier waarschijnlijk vol met een echte auto. Ik bedoel, nee, je zit niet vol met wagens, ik ben er al. En maar even serieus, een echte auto van 10.000 euro. Ik dacht, nee. Zo snel. Kut, wat de fuck, kun jij ook snel? Kut. Ah ja, we gaan ontploffen. Wat is er aan de hand dan? Ik weet niet, je moet op topspeed zitten. Anders ontploft hij. Ja, anders ontploft. Moet die tijd die daar boven staat, moet je op de stop, dan moet je op de topspeed blijven rijden. Ja, dit vind ik wel heel lastig eigenlijk, als ik eerlijk ben. Moet ik even rijden? Nee, ik weet niet, als ik nu... Wacht. Nee, weet je, ik blijf wel even rijden. Maar nu komt er druk op me, zeg maar, snap je? Mijn broertje en iedereen zit in de auto. En mijn pa, mijn ma en mijn broertjes. Als het echt nog hard was geweest, dan... Kut. Maar als het echt nog harder was geweest, dan was ik misschien mijn broertje, mijn pa en mijn ma in één klap gewoon kwijt. Dan had ik mezelf echt doodgemaakt. Ik zweer, dan had ik mezelf doodgemaakt. Vandaag nog. Oh kak. Ja, we gaan ontploffen. Nee, we gaan niet ontploffen. Ik vind het wel spannend, man. Ik kan het namelijk niet zo goed. Oh shit. Nee. We gaan ontploffen. Nee, we gaan niet ontploffen. Hou je bek, man. Weet je, ik kan wel rijden op zich, maar moeilijk. Nog een minuutje. Oh. Ik krijg nu net een bericht van mijn assistent. Ik vind het echt spannend, man. What the fuck, hoe kunnen we niet op de topspeed zitten dan? Kijk dan, onderaan. Ah nee, we zitten net in de topspeed. Even kijken, ik kan het niet zien. Echt niet? Ik chill in de tijd. Echt, maar ben je nog wel in mijn auto? Ja. Oh. Echt? Nog 30 seconden. Ah ja. Als ik serieus in de laatste fucking 10 seconden ga ploggen, dan ga ik echt boos worden. Dan kan je me echt opvegen. 5 seconden. Oh, dan ga ik echt helemaal para worden. Oh kut, we gaan over rood. Nee, niet met deze waggie. Oh shit. Nou mensen, ik weet niet of jullie mijn vorige video hebben gezien. Maar hebben jullie gezien dat er iemand was... Hoe heet hij nou? Kriebel, hè? Ja. Die helemaal voor ons geschoren. Oh, we hebben hem. Oh, ik heb het gewoon gehaald, mensen. Nou, mensen, nou weten jullie ook hoe het eruit ziet als ik aan het stressen ben. Nou, ik heb mijn gun alvast klaar. Oh ja, dat is wel handig, ja. Godsamme. Hey, what the fuck, kijk hier die perkosten dan. Ja. Fucking hell, ik heb maar 13k, hè. En dan gaat nu al 7k vanaf bijna. Laat ze gewoon afronden op 7k. 1,200, vriend. Hoe doe je 1,200? Bij mij staat fucking 6,933. Bij mij staat 1,200. Echt? Ja. Oh, bij mij is het 6,633. Volgens mij komen er niet echt gasjes of wel? Mm-hmm. Wacht even. Kan jij even gaan rijden? Want er is opeens iemand erin. Wacht even hoor. Moordje valt uit. Zit jij achter de stuur? Oké, wacht. Ben je zit erin? Ja. Kijk, hier gaan we. Oh, wauw, dat is de tv. Nou, dan ben ik boven open als er iemand was op bezoek. Oei. Hm? Maar als jullie je afvragen waarom mijn opa niet echt praat. Ah ja. Heeft alles wel. Die camera is net mooi verlicht, jongen. Oh, wacht, die zorgende ondergang wil ik wel even zien. Een stukje van. Hij is wel fel. Mijn opa is trouwens zondagjarig, hè? Wacht, welke dag is vandaag? Zaterdag, toch? Mm-hmm. Het is vandaag zaterdag, toch? Ja. Dus mijn opa is serieus morgen jarig. En ik heb een leuk cadeautje voor hem gekocht. Wat heb je voor cadeautje? Ja, het staat niet echt ergens op, maar... Weet je, dat vinden die opa's vinden dat gewoon leuk als je dat voor ze koopt. Ik zal het even... Wat? Lieve opa, wacht, ik zie het niet zo goed, want ik heb net een zon gekeken. U bent een zorgzame man aan wie ik alles kan toevertrouwen. Uw levenskracht en die kutzon, jongen. Levenswijsheid. Zijn er ik moet trouwens niet te hard zeggen, want dan hoort hij het. Zijn er motivatie voor iedereen? Om u heen. Oh, wauw. Om u heen.
Dat is de reden dat ik u zo waardeer. Iedere dag een beetje meer. U bent het lichtpuntje in mijn leven. Nou, ik vind het wel grappig. Kijk, weet je, dat vinden die opa's en oma's, die vinden dat gewoon geweldig. Weet je, als je dat voor... Oh, je gaat verkeerd. Ga maar even terug. Weet je, die opa's en oma's, die vinden dat gewoon leuk. Kijk, weet je, mijn moeder heeft het wel uitgezocht, maar ik heb het wel gekocht. Dus weet je, ik vind het gewoon een leuke doos als ik eerlijk ben. Oh, dan staat er bij mij ook onderaan. Even 1, 200, 1200. Ja. Hé, what the fuck? Apart. Ja. Hier gaan we er wel af volgens mij. Oh nee. Volgende. Jij kan wel goed rijden, jongen. Zo. Ik zeg heel eerlijk. Hier gaan we eraf. Echt, waarom? Ik snap, kijk, misschien zei iedereen dat altijd omdat je toen nog niet kon rijden of zo, maar nu kan je echt goed rijden, hoor. Kijk, een beetje, ik zei het wel voor de grap, maar je kan echt goed rijden. Zo, oké. Oké, volgens mij... Die is binnen. Wacht, kom, we zetten gewoon even mijn hele garage helemaal vol met auto's. Dan kunnen we in één keer, hup, gaan die lippen. Dan heb ik sowieso meer dan 100k of zo. Dat zou wel even lekker zijn. Meer dan 100? Meer dan 500? Echt? Als dit allemaal vol staat? Ik weet niet hoeveel er in passen dan, hè. Ik weet alleen niet hoeveel er in passen, dat is het enige. We zitten nog steeds met z'n tweeën. Wat? Oké, ik vind het echt lekker. Of we kunnen nu juist even zo die twee gaan deliveren. Wat vind je van deze auto? Of hebben we deze net gedaan? Je kan er beter meer inzetten, weet je waarom? Nou? Dan heb je meer dingen om te kiezen. Oh ja, daar heb je gelijk in. Maar aan de andere kant, wel wacht op, ze stonden niet naar buiten gaan. Oh nee, oké. Nu zitten we met z'n tweeën, weet je wel, dus... Het zou wel lekker zijn als we deze nu even snel deliveren, dan... Ah, weet je, fuck it. Ik dacht slim te zijn, maar ja, we zijn allebei wel slim aan het nadenken. Eindelijk, die zon is weg. Oh, wat kutmoordje. Oké, ik wil mijn auto even, ja. Hoor. Oh, oké. Zij zitten tegelijk. Okay. Ja, kutassistent. Jo, is goed. Als ze dan ontploft, dan hoef ik lekker niet te betalen. Zo. Nou mensen, mochten jullie deze video nou leuk vinden, kijk, we zijn pas 12 minuten bezig, hè, bijna 13. Oh, dankjewel man. Misschien moet je gewoon even mechanic bellen, man. Hallo, dit is Pegasus Management. Oh, je gaat je Pegasus bellen? Je gaat zeker je Rocket Voltage bellen, of niet? Dat kan niet. Niet? Hoezo niet? Wat is ook alweer met Suntrap? What the fuck? Wat? Suntrap. Suntrap? Ja. Ik heb geen idee, heel eerlijk. Ik zeg het echt heel eerlijk. Ik kan mijn tank? Wacht. Suntrap? Nee, want Rhino, volgens mij is Rhino tank. Rocket Voltic en... Oh, is dat niet dat ding met dat geschiet? Wacht, ik kijk wel voor, ja? Blijf zo staan. Warstock. Hoe heet die? Oh nee. Sun. Wat? Blazer zal ik, Aqua. Zal ik die Suntrap gewoon bellen? Ja, ik ben wel benieuwd wat dat is nu eigenlijk. Sir, I'm happy to say it's now ready. Oh, het is mijn boot. Echt? Ah, kut. Mijn bootje. Heb je ook nog een ik boot? Nog even, wat heb jij voor boot dan? Wat heb jij voor boot dan? Ja, die heeft wel links, hè? Kijk, die heeft ook links. Zal ik nog even links geven? En nu rechts. Ja, nog een rechtse. Nog een rechtse. Nog een rechtse. Ah, ik wil niet opnemen. Oh, dan bel ik hem af, ja? Nee. Ik heb geen zin om hier te blijven staan. Want dan zitten de kijkers ook van wat zijn jullie nou weer aan het doen, weet je? You calling for some wheels? Rust, gewoon als niet zo'n lekkere auto, hè? Ik heb gewoon de high best. Dank je, man. Oh, daar. Jij mag rijden als je dat wilt. Ja, ik rij. Yo. Ik zet wel even zo'n waypoint.
Kijk, oh, dat is best wel ver. Mensen, kijk, deze auto vinden jullie misschien niet zo mooi. Ik vind hem, maar als je hem eenmaal hebt, dan is hij wel vet, moet ik zeggen, hoor. Kijk, ik vond hem eerst ook niet zo vet. Maar toen ik hem eenmaal zelf had, toen dacht ik van, oh my god, die wil ik echt hebben. En dan heb ik hem. Het is een lelijke auto, misschien voor jullie. Nou. Maar als je hem, nee, maar als je, ik vond hem, toen ik hem bij een rafje zag, toen ik hem op YouTube zag, dacht ik ook van, jezus, wat een lelijke auto. Maar als je hem dan pimpt, dan, oh, hij wordt zo sexy. En ik heb hem nog niet eens helemaal gepimpt, hè. Ik heb wel turbo eronder, ik moet hem alleen nog iets sneller maken. Met twee dingen, transmission en die andere. Energy. Oh nee, die heb ik wel al. Alleen transmission dan nog, hè. Dus transmission en dan zit hij op topspeed. Verder heb ik chromekraan, spoilers, curbs, uitlaat. Jammer dat ik niet kon bellen, anders had ik hem Turismo R gebeld. Oh, die heb jij ook nog, hè? Wacht, die ga ik ook kopen. Ja, binnenkort. Weet je, ik ga, nee, weet je waar ik voor ga sparen? Weet je, wacht even. Ik ga even sparen. Even kijken hoeveel dat kost, als het echt een miljoen kost of zo. Nee, wacht. Even snel kijken. Waarom? Hoppa. Dus dat is maar er. 1,5 miljoen? Wat? Oh my god. Wat? Oh my god. Wat? Ik wil... Ah, nee. Sam? Ja? Ik bouw diezelfde garage als jou kopen met 3 verdiepingen. Maar dat gaat hem even niet worden. Ben ik sowieso wel, even denken, 3 miljoen kwijt of zo? Wat? Huh? Ben ik sowieso wel 3 miljoen kwijt, of niet? Ja. Hoeveel kostte dat bij jou? Nog net geen 3 miljoen, toch? Nee. Hoeveel dan? 2.600.000 of zo. Oh, tering, hé. Ja, ik ga er wel voor sparen, hoor. Weet je, desnoods koop ik binnenkort gewoon als ik het geld heb als PlayStation kaartje. Desnoods koop ik binnenkort als ik het geld heb als PlayStation kaartje. Wacht, ik ben bijna jarig trouwens. Wacht, hoeveel is dit vandaag? Het is nog net aan maart, toch? In mei ben ik jarig. 27. Ik in april. En... januari, februari, maart, april. Oké, dan ben je net voor mij jarig, maar ik ben toch ouder, hè? What the fuck is dit nou voor auto? Tropos Rally. Oké. Ja, is die vet? Die is vet. Ik zeg je eerlijk, ik heb het nog nooit gezien. Nee, maar als je daar ziet, dan... Ja. Dat is wel vet, ja. Weet je dat ik wel een voordeel vind? Dat is gewoon zeg maar een soort van je internet eruit heeft in GTA. Maar zeg maar niet gewoon dat je uit de party gaat, maar echt gewoon dat alleen in GTA, zeg maar, ik weet niet hoe dat ik dat moet zeggen. Zeg maar echt alleen in GTA je internet eruit heeft. Waar span ik nou weer? Dan left iedereen toch? Ja? Dan left iedereen toch? Nee. Nou, dat vind ik zeg maar een voordeel. Als iedereen left, dan moet iedereen gewoon mij joinen en dan... Of jou, of wie dan ook. En dan zit je lekker met z'n drieën, of met z'n tweeën, of met z'n vieren. Weet je wat je ook kan doen, Daniel? Nou? Want sommige mensen die gewoon jouw video's kijken... Ja? En die ook een PC hebben. Ja, dat kan ik toevoegen. Kun je echt een soort van actie, iets soort actie hebben? En dan dat je dat op die dag en zo laat, dat je gewoon een sessie hebt. Mm-hmm. Dat je daar gewoon met al je fans en dat soort dingen in kan. Vrienden. Mm-hmm. Het zou wel lekker zijn. Ik denk dat er allemaal bewakers en shit staan. Kut, we moeten naar het dak. Oh nee. Hey, maar wat de fuck, moeten de politie met voor... Oh, daar staan allemaal politie, ik weet zeker. Dit is de politiehelikopter. Maar wat de fuck moeten we daarmee gaan doen? Oké, wacht. Hier ga ik even rustig. Oh, pas op. Weg. Nu nog niet schieten. Ik heb al geschoten. We staan niet eens klaar. Ja, sorry. Ik heb ze... Sure. Weet je, ga jij maar vliegen. Ik kan namelijk echt niet vliegen. Nee, daarom. Ja, kijk. Jij kan vliegen, varen, naar gaan, weet ik niet.
Ja, kijk, dat wou ik dus net zeggen. Als we erin zitten, dan bel ik gewoon de popo even weg. Wacht, ik doe het wel even afstijgen. Nee, wacht, als je nu even opstijgt. Want ik weet niet of dit zeg maar een politieplek is. Dus ja, als dit een politieplek is, dan hebben we meteen weer 3 sterren achter ons aan. Ik bel Lester wel alvast even. Wacht, waarom de fucking... Oh, kut, sorry. Hey, dus ik what's going stemmen. On? Oh, hey, okay, ik zet you're in wait, trouble. Want, ja, maakt niet uit naar welke. Okay, I'll deal with it. Die onderaan blad. Oh, kut, ze rijden allemaal. Ja. Allemaal? Ja, volgens mij wel. Kijk, watch nou. Oh nee, tot nu toe staat de rest nog stil, maar deze rijdt wel. Dus dat is niet heel fijn. Maar wat moet ik doen? Scannen. Hoe moet ik auto scannen? Ja, oh kijk, ja. Ja, ik heb het. Zo deze is het niet. Oké, hier rijdt hij. Ik probeer zo goed mogelijk te vliegen altijd. Nee, dat is hem niet. Nee. Ik wil even naar de volgende. Nou, die staat stil, gelukkig. Nou, dit vind ik dus echt een scheidmissie eerste klas, want je moet gaan scannen en zo, dat vind ik echt niet fijn. En nou, als jullie dat wel fijn vinden, dan mag dat. Dan moet je ook zeker lekker door mee gaan, maar... weet je, ik vind echt scheid gewoon. Pure scheid. En we zijn er bijna, dan pak ik er even lekker mijn scan erbij. Waar de fuck is die auto? Iets langzaam. Oh, wacht, ik zie hem. Sowieso, dat is hem ook niet. Nee, dat is hem ook niet. Ik ken dit nog wel trouwens van de vorige. Wacht, hier staan er 2 heel dicht naast elkaar. De waypoint. Ik vind dat muziekje wel dat vet dat je op de achtergrond hoort van deze kutzooi. Oeh, daar hebben we wel geluk mee. Ja, ik luk op hoor. Mm-hmm. Rijdt deze? Ik weet niet, wacht, ik even mijn wapens uitkiezen. Even unarmed. Kut. Ik zit mijn drink even dicht doen, wacht even. Kun je wel scannen? Even kijken, ik weet niet waar die is. Ik denk dat je iets naar beneden moet. Oh ja, ik kan hem scannen. Ik dacht dat het al van was. Nee, dat is hem ook niet. Oké, dan gaan we... We willen ook scannen. We willen scannen, nee, maar ik ben daar goed in, weet je. En jij moet weer goed in vliegen, dus... Dat is waar. En daar ben ik weer niet goed in. Kijk, jij moet goed in scannen en vliegen, maar ik ben er echt goed in scannen. Dus... Weet het toch? Kunnen we scannen? Ja, dat is hem. Ik zweer, dat is hem. Ja, dat zie ik ook wel. Landen! Hey, ik ben er. Mag ik rijden? Nee, wacht, ga jij maar rijden. Of, ik weet niet, ik vind hem niet zo heel vet. Stap in me. We zitten gewoon nog steeds met z'n tweeën, hè? Ik vind het wel lekker, man. Als we zo doorgaan, dan is het goed. Ik probeer nergens tegenaan te botsen, oké? Door de politie weg. Door de politie weg? We hebben geen politie. Wel. Ik heb geen politie, hoor. Ik wel. Oh, wil jij ze maar even weg, want bij mij staat niet dat ze een popo hebben. Bij mij staat alleen maar mijn emmer bovenaan. Ik heb wel altijd even mijn stickers erbij. Kut, ik heb nog maar 6 stukjes. Ja. What do you need exactly? Okay, so you're in serious trouble. Jullie willen weten hoe je... Kijk, ik druk nu op vierkantje en ik ga bijvoorbeeld over mijn stukjes heen. Dan heb je touchpad en dan moet je niet klikken. Je schuift er overheen, terug naar links en dan nog een keer naar links. Want ja, als... Zo, en dan huppa. En dan huppa. Ik ga weer terug en ik ga weer heen. Nou ben ik bij mijn stukjes. Dus je moet gewoon met je touchpad naar rechts of naar links waar je dan ook heen wilt. Nou, dat vind ik wel chill, als ik eerlijk ben. Dus, weten jullie dat ook? Ik heb al 24 minuten live, hè? Het gaat best wel slow. Heb jij al gegeten of niet? Ja. Echt, wat heb je gegeten? Pizza. We moeten hier echt door, hè? Arne, kut, we moeten hier eraf.
Ja, ga maar zo. Je kunt een navigator. Ja, toch. Ik zag het te laat, man. Ik ga een beetje opruimen. Gaat hij opruimen? Wat? Hou je bek. Dan kan ik gewoon lekker. Dan kan ik lekker onder mijn dekens gaan liggen. Dan vind ik dat wel lekker. In de avond. Even zijn hoor. Oh, echt? Oh, kut. Nou, dan ga ik nu lekker mijn deken pakken. Oké, wacht. Ik zie even niks. Ik ben even mijn deken aan het pakken. Gaan we weer eruit of... Ja. Oké. En nou bel ik mijn auto. Jo, als het kan. Als je niet weer zo dom gaat lopen doen. Nee, grapje. Wat? Nee, niks. Good work. The car... Ik heb geen belletje van je als het stil zit. Nee? Oh. Zou je wel willen, hè? Kan je het nou maar eindelijk eens bellen? Wacht. Oh my god, weet je... Wat? Nee, ik bel. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Pegasus, baby. Heb je iets besteld? Hey, heb je iets besteld? Ja. I'll get back to work. Oké. Oh, ik dacht even dat er iemand was gejoind. Yo. Is het ver of niet? Ik heb het van me. Nee, het is van me Volatus. What the fuck is Volatus? Volatus. Coolie. Waar heb jij het over? Mijn Eli. Oh. God Christus. Volatus heet het. Mm-hmm. Volatus. 1 miljoen rond de 1.300.000 of zo. Oh, oh, oh. Praat je wel over serieus geld, hè? Ja. Dus, dat is, nou, jij, spam die money. We zijn zo erbij nog 17. Oh, die auto is al vet dood die er stond. What the fuck, ik heb random popen achter me aan. Kun jij eens wegbellen voor me? Ja. Waarom? Wacht, ga rijden dan. Ga gewoon nog eens naar je. Ga gewoon nog eens naar je heli. Die staat hier op het dak. Oké, okay, wacht, dat is wel. Ja. Als je even stopt met schieten. Ik verschrik er niet. Hey there. Ik was de politie. What can I help you with? Twee stappen. No problem. I'll get him off your back. Wacht even. Heb je... Ja, en nu heb ik nog steeds politie. Ik heb ook weer politie. Ja, omdat ik de auto uit ging. Wacht, ik bel ze wel weg dan. Blijf in de auto zitten. Hey, what's up? Mm-hmm. How can I help? Kan ze me niet wegbellen. Ah. Okay. Kom, laat ons even doden. Yo. Wat doen we dan? Achterlijke variolen. Dood me dan, jongen. Oeh, ik had bijna nog een poppetje geslagen. Mee? Ja, echt hoor. Als ik een politie was, had ik al lang even maatregelen genomen, toch? Mm-hmm. Toch? Kom, we gaan naar mijn heli. Ja. Wacht, volgens mij zit er... Oh, nee. Jammer. Wat dacht je? Nee, ik dacht dat er nog een gast was gejoind. Want ik kreeg een invite. Oké, als jij mij gewoon even komt ophalen hier. Ja, wacht daar maar. Eeuw. Maar wat, dat wij gewoon twee keer achter elkaar politie krijgen en ook gewoon meteen twee sterren, what the fuck? Echt, hè? En weet zeker dat je niet aan het schieten was? Nee, ik weet zeker. Wat de fuck? Het komt waarschijnlijk omdat ik stapte per ongeluk de auto uit. Ja. En daardoor had ik nog steeds politie, kwam jij de auto weer in. Oh ja, oh ja. Ik dacht al, dat is een gekke bug of zo. Is je politie? Nee, ik heb geen politie hoor. We gaan nou landen, jongen, echt. Ja, jongen, dat What the fuck?
Huh? Oké, dat was raar. Heel erg raar. Ga je achterin? Oh, ik zit daar voorin. Ga maar achterin. Oké. Achterin is veel cooler, kan je lekker wijn drinken. Ja, echt hoor. Ik zet wel snel een waypoint dan naar mijn CEO. Zo, daar staat een waypoint heen. Nou, als mensen willen weten hoe je dit hier van binnen uitziet in de Volatus. Nou, gaan we even lekker. We gaan even lekker wijn drinken, joh, waarom niet? Ik kijk jou nu aan, hè. Zo coole helikopter is dit, hè? Mm-hmm. Je staat altijd op dat soort jachten. En dan gaan we nu weer lekker in deze formatie kijken. Serieus. Oh ja. Hoeveel geld ga je nou weer spammen? Weet niet. Of zal ik zeggen, 8. Erop poppen? 8. Hoe bedoel je 8? 8 miljoen? Oh my god. 8. Nou mensen, soms gaat het binnenkort weer 75 euro erop poppen. 8, misschien wel 16. Nou joh, dan geeft hij lekker 140, gaat weet je, het is niet mijn money. Dus, ja? Waarom? Ja toch. Zo moeten we met de heli dan weer gaan. Wat bedoel je? Want we moeten even goed landen, want... Jezus. Oh, gaat dan mijn heli niet uit als ik nog niet ben geland, koelie? Je was geland, koelie. Koelie, maar tata, neem me mee. Ah jongen, wacht even. Me weet je, ik ga even alleen, ik ga even alleen. Nee. Wat doe? Beter voor je. Koelie. Ik ben lekker sneller. Ik ben lekker sneller. Homo. Ik ga lekker eerder zitten. Oh ja joh. Echt niet. Echt niet. Wauw. Het wordt wel lekker warm hier. Auto stelen. Hoeveel gaan we er nog doen? Nou, misschien wordt dit de laatste, zodat we... We moeten de cheetah nakken. Is dat een vette auto? Mm-hmm. En weet je welke ik vandaag moet stelen? Nou. De Jester. Maar, wat gaan we na deze doen dan? De auto wegbrengen. Hoe doen we het? Om de beurt of gewoon? Nee, gewoon met de auto gelijk. You got the details? Kom nou. Ja, ik ben er al. Do you have the location? Jo, dat zal ik doen. Wacht, dat hoeft toch niet? Ik kan ook gewoon net doen. Ah, ik heb er al waypoint heen gezet. Maar hij is niet zo ver. Maar ik vind een jacht wel vet, want je kan echt de achterkant openen. Mm-hmm. Wacht, ik ga even wat proberen hoor. Oké. Zoals jullie nu zien, we zitten lekker in een helikopter. Wieltjes zijn ingeklapt, dat kan bij deze mooie helikopter. Ik vind het wel een sexy ding hoor. Kijk, nu zijn ze weer uit. Nu zijn ze weer in. Ik vind die wieken ook vet. Die zijn, ja, echt, zijn hoekenwieken. Ja. Puntwieken. Het is best ver eigenlijk. Hoe ver nog? Oh nee, laat maar. Wij zijn in de buurt. Ja. Ja. Denk je dat er mensen bij staan? Ik weet niet, wacht. Anders ga je iets lager kunnen bekijken. Huh? Ik zie niks. Ik weet ook zeg maar niet waar de auto staat. Oh, er staat daar zeker in.
Er staat wel een mannetje zo te zien. Ja? Ja, eentje. Oh nee, meerdere. Twee zie ik er. Weg, 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 weg. Stijgen, stijgen, stijgen. Schiet dan. Kan je schieten? Nee. Oh jawel. Even mijn juiste pistool erbij pakken. Ik wil gewoon even dit. Wow, ik ben dood. Echt? Yep. Ah joh. Dan span ik hier en dan kan ik ze lekker schieten, toch? Nee, ik ga ook verlanden, man. Ik heb er één. Kijk, kan ik even lekker hier achter gaan zitten? Kan dat niet? Oh ja, kijk, dat kan. Oh nee, dan kan ik niemand raken. Nou, dan gaan we gewoon heen lopen. Kijk, hier zijn er een paar. Zo, daar zit er een. What the fuck? Die what the fuck? Wordt gewoon doodgeschoten door een meisje, dat wil ik niet. Hier staat de auto toch ergens? Nee, hier niet. Ja, hij zit hier bij mij. Oh, oké, okay, dan kom ik gewoon langs naar jou toe. Als ik weet waar die andere choppie is. Wow. Waar is die andere choppie? Nou, weet je, fuck die gast. Echt een mooi ding, man. Ja, is het een mooi ding? Ja, echt een heel mooi ding. Oké, dan kom ik gewoon naar jou toe. Waar ben jij? Oh, hier. Kut, er leeft nog één. Oh nee, jawel. Zo, hé. Wat een ding, man. Oh, yo. Ik wil even het geld hierop pakken. Nee, die is wel vet, hoor, deze. Ik ga hem denk ik ook halen, jongen. Oh, die vind ik wel echt serieus. Die vind ik vet. Oh, yo. Oh, die achterkant vind ik wel iets te groot. Echt, hoor. Dat is wel echt, dat vind ik wel... En een spoiler. Nee, die vind ik wel vet, hoor, die spoiler. Ik heb hem niet. Alleen, dat hij zo doorloopt dan naar de zijkant, dat maakt die achterkant weer te groot. Nou kijk, die spoiler, hij is op zich is die wel vet. Oké, ik ga wel zo'n stikjes gooien. Mensen. Ja, weet ik, ga een stikjes gooien. Blijf eens even, rem eens een beetje al. Oké, wacht, 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 wacht. Rijden, rijden, rijden. Kijk, die is ook afgeremd nu. Als het goed is raken we die vanzelf al kwijt. Nee, er zit nog achter ons aan, of niet? Ik kan wel goed stikjes gooien, toch? Oké, die zijn al kwijt. Jij kan goed stikjes gooien, ik kan goed rijden. Ja, dat maakt het dus echt lekker. Maar kijk, als je... Wat de fuck doet die auto? Als je stilstaat, dan is stikjes gooien niet zo moeilijk. Maar als je aan het rijden bent, dan kan het soms wel wat moeilijk zijn. Wacht. Ze zijn er weer, hoor. Oh ja, pak. Nu! What the fuck, waar was die sticky? Wacht even. Nu! Ja, ik heb hem. Het goed is, komen er nog twee en dan is het klaar. Weer 1.200, hè, 1200. Mm-hmm. Dat is wel lekker. Oké, ja, lekker zijn er weer twee. Het is echt wel een zieke auto, hoor. Ja, toch. Ik denk dat we die vanzelf al kwijtraken, eigenlijk. Ja, ik denk het ook. Nou, waarschijnlijk komen ze wel weer terug. Echt, hè? Ja, kijk, daar zijn ze alweer. Weet je wat ik doe? Ik leg gewoon even een stikje op de weg. Ja, maar je weet nooit wanneer je moet laten ontploffen. Is! Die was close, jongen! Oh, die was close. Wat? Die sticky. Oh, die was echt dichtbij, jongen. Waar? Ik zag gewoon... Ik zag, ja, bij die ene auto. Als hij volgens mij 1 seconde eerder oplaat, dat weet ik even niet meer, dan had ik hem gehad, jongen. Fuck. Hey, je moet hier eraf, hè? Ja, weet. Oh, jammer. 1.230. Nou, pak ik mijn klauw er weer erbij. Hier afslaan. Hoppa. De achterkant wel echt lelijk, maar die voorkant, jongen. Kijk dan hoe sexy. Ja, ik vind mijn... Toerisme, ja. Nee. Ik vind de voorkant van mijn ding. Hoi, Jack. Oh, mijn yes, dat vind ik nog wel echt kut. Met die inhaaldingen. Hé, hey, kijk die man. Nee, nou, ik keek iemand. Ah, oké, dan gaan we nu lekker... Deliveren. Yep. Okay, dan pakken we gewoon even twee mooie uit. Wacht, kom eens terug. Oh, kut. Welke moet ik kom doen? Kom terug, jij. Kom eens terug. Nou, wacht dan. Ja, ik sta nu weer op. Om terug te gaan, we even eentje uitzoeken. Yo. Alright.
Ik denk dat jij die wil doen. Ja. Die ga jij doen, toch? En jij? Welke doe ik? Mag je zelf kiezen. Echt? Mag ik alles kiezen boven die? Ja, kies maar boven die gele. Die? Ja. Oké. Dan moet ik even kijken zonder de strepen dus. Oké. Geel en rood, oké. Nou, dan gaan wij lekker. Oké. Dus die en die. Oh joh, die auto's zijn bij elkaar gewoon 2,6 miljoen waard. Ja. Ja? Ja. Nee, even serieus. Ik wil deze gewoon... Ah, kak. Wat? Had ik gewoon 32.000, weet je wat ik dan kon? Nou. Dan kon ik hem laten deliveren voor 162.000. Dus dan gaat er 32 van afzetten. Dan krijg ik gewoon 130.000. En nu? En ja, nu krijg ik maar 65.000. Fuck. Voor twee mooie auto's. Ja. En als je nou één auto doet, krijg je op één of andere reden altijd niet en lijkt het wel. Ja. Ja, dus ik zit in de gele. Ik zit in de rode. Joop. Ik hoef helemaal niet zo ver te rijden. Ik hoef helemaal niet zo ver te rijden. Hoeveel moet jij dan? 1,70 nog. Ik moet 4,34. Serieus? Oh, dan ga ik even rustig rijden gewoon. Kut, nee, laat maar, er zijn gasten. Rij maar, ja, ik wou het zeggen. Kut, er zijn gasten. Oh, kut. Ik leg gewoon een proximity maar niet de weg. Kom dan, rijd erin alsjeblieft. Heel mooi. Rijd erin, dank je. Dan kom je ook nog even. Hoppa, dat is waar hun. Nou, ik heb ze hoor. Krijg nog 64.000. Gewoon met. Oh kak. En hoeveel geld. Ja, ga. Gaat er. Na deze. Hè? Huh? Na deze twee auto's. Gaan we dan bij mij missie doen van de truck? Ja, wacht. Zullen we dan nog even die andere twee deliveren? Oh ja. Gaan we daarna dan even die ding met die truck doen van mij? Jo. Heb jij al damage gereden of niet? Ja. Echt, hoeveel? Nou, even kijken. 500 euro. Wauw, ik ook. Ik nog twee. Op $22 na heb ik. Nu heb ik nog minder. Mm-hmm. Ik heb opeens weer minder schade gereden. Ik heb een blauwe auto voor me. Oké. Ik heb hem gedeliverd. Mooi zo. Ik zie het. Ik krijg maar 24.000, what the fuck? Ja, jij krijgt 24.000 en bij deze bij krijg je dan nog de rest, denk ik. Ah ja. Ik hoop het maar. Er staat gewoon dat ik 65.000 kreeg, hè? Dus en ik heb nu. Ja, oké, dan moet het er zo op staan. Jij hebt min 280 zie ik staan. Wat 280. Nou, dat je dat min hebt, maakt niet uit, maar. Jij moet fucking ver rijden. Nu hoef je niet meer zo ver. Ja, ik zie het. Hoe zie je dat dan? Auto. Nou, ik zie dat gele stipje bij jou. Kijk, nu is niet dat je echt nog precies 86 mijl moet, maar ik weet al dat je niet zo heel veel meer moet. Nee. Ik zie namelijk in mijn beeld. Altijd zie jij ook bij het opname zie je dan jou in rechts helemaal boven de hoek onder zie je dan je poppetje. Ja. Als je beeld komt daar je beeld aan te staan. Mm-hmm. Oh, ik bedoel bij dat gele poppetje. Gewoon bij delivered. Yes, oh, ik krijg gewoon 9. Oh, ik heb de 64.000 gekregen. Nou ja, in totaal.
Nou, ik ben er bijna bij mijn CEO, dus... Dat is mooi. Wacht, ik heb een idee. Ik heb invite jou... Nee, wacht, niet je auto bellen, niet je auto bellen, niet je auto bellen. Zo niet? Ik invite je gewoon tot mijn appartement, ja? Goed idee? Kan dat wel? Ja, dat kan. Kan je me meenemen dan, vanaf hier? Ja. Nou, nee, maar dan invite ik je gewoon. Of misschien kan ik je wel meenemen, joh, ik weet niet. We gaan gewoon kijken. Nee, volgens mij kan dat niet. Ben je er al dan? En dat kan... Nee, dat kan niet. Maar dan invite ik je gewoon voor mijn appartement. En dan? En dan moet je dat even accepteren, dan kan je erin. Ik invite je... invite toe. Ah, ik heb hier geen invite. Kom maar aan. Oh, wacht, ik ben in het verkeerde geweest. Fuck. Wacht, ja, we moeten naar je ding. Ja. Yo, ben cool. Ben je nou weer dan? Ik vind het wel cool dit. Wat? Dat je dit gewoon kan doen. Vergeet, ja. Mm-hmm. Weet je hoe snel je geld mee verdient? Oké, nu rij ik. Ik wil mijn auto. Nee, ik heb hem hier al staan. Je weet, maar ik wil mijn auto. Waarom? Welke auto ga je bellen? En die van mij is ook mooi. Mij is mooi. Oh my god, we moeten echt heel ver rijden. We moeten... Nee, dan ga je eigen auto bellen ook. Nee, dat kan niet. Ik blijf hier. Kom eens hier. Ja, blijf staan dan. Ik wil... Dan ga ik niet mee. Nee, ik blijf staan dan. Normaal, man. Ik rij. Nou zeg. What the fuck? Stap in, kutpoppetje. Nee, serieus. Dit... Blijf staan dan. Ga nou instappen. Kut, ik wil je eruit gooien. Dat weet ik. Godsamme. We zitten gewoon nog steeds met z'n tweeën, hè? Mm-hmm. Weet je, ik ga het gewoon doen. Wat? Mensen, van mijn kanaal natuurlijk. Morgen om 10:00. Wacht, moet ik wel even doen. Morgen om 10:00. Wat wou ik nou zeggen? Links. Ja, wat wil je zeggen dan? Ik weet namelijk wat je wil zeggen. Wat? Dan komt er een facecam. Nou, ik zit even te kijken wanneer dat komt dan. Dan gaan we even deze wachten. Waar de fuck is die andere auto? Huh? Waar de fuck is die andere auto? Nou weet je, ik wil die witte wel, ja? Ik wil die witte wel, ja? Of wil jij die witte doen? Maakt me niet uit. Kies jij maar niet, want net had ik gekozen. Nee, maakt mij niet uit. Oké. Okay. Dan doen we gewoon waar ik in zit, dan ga ik daar. Oh ja, ik kan zie je wel de witte. Wat? Please wait until a buyer can be. Oh. Je moet wachten. Hoe lang? Dat moet daar gewoon staan als het goed is. Staat er dus niet.
Probeer maar hem te deliveren. Oh my god, nog 22 minuten. Kut. 22? Ja. Nou, laat maar voor de missie met mijn truck gaan doen. Oh ja. Ik wou zeggen dat het goed voor een potje Vigo Vendetta. Nee. Truck. Ja. Nou mensen, we schakelen even over naar Samsung CEO. Ja, jammer jongen, nu ga ik rijden. Nee, ik denk het niet. Wat donderig. Maar laat mij nou even rijden, is mijn auto. Nee. Oké. Ik stap wel gewoon normaal in. Huh? Ik ga hem laten exploderen als je mij niet laat rijden. Nee, niet doen. Laat mij erin. Waar zit die sticky? Laat me erin. Kom nou gewoon. Je mag erin, maar ik heb hem op passengers gezet. Laat me rijden. Nee, alsjeblieft, ik wil even rijden. Daniel Groenendaal. Nee, doei. Nee, grapje. Moet ik me laten exploderen? Nee, ook niet. Ja? Kom nou. Je wacht nooit. Nee, jij wacht altijd lekker, wil je zeggen. Moet ik me laten exploderen? Nee. 3, 2. Mij mag je doen hoor. 1, spring. Kijk maar. Ik zag hem al liggen, jongen. Ja. Je moet hier weg. De hele gang is hier. Helemaal niet. Wat de fuck is nou voor gekke man? Ik ga lekker sprayen. Dan weet je, fuck de hele gang. Ik ben de politie wel op weg. Yo. Ik ben uit mijn CEO gegaan, dus jij ook. Ja, ik in feite zelf voor mijn CEO. Dus voor die politie weg, mijn lord ging weer fout. Lester. Ja, je moet ook een sticky op mijn auto zetten. Plakken. Zo. Je moet ook even tot nu toe, ben ik gewoon lekker aan het rijden. Stil. Wat nou stil? Ik ga gewoon de bek houden. Kan betaald dan of zo? Ja. Maar je moet wel toch even, tot nu toe ben ik wel lekker aan het rijden. Mhm. Je geen 5. Ja. Hoppa. Neem mij maar mee. Ja, ik neem jou zeker mee, Daniel. Ja. Mag ik nog naar binnen? Ja. Hè? Dit ziet er best wel raar uit, dit laadscherm. Wat? Dit laadscherm ziet er best wel heel erg raar uit. Ja, maar ik moet sowieso echt rond de 70k betalen om mijn naam te veranderen alleen, hè? Nou, zoals jullie hier kunnen zien, het SAM-leger. Waar ja, kan ik jullie steeds niet bij laten veranderen. En ik vind het wel mooi hier binnen, Do. Ik weet niet of ik het mooier moet vinden dan bij mij thuis. Dan bij mij. Want ik ben. Oh ja, dit is wat wel mooier. Ik weet niet. Ik ben op een weg. You are no. What the fuck? Hm? Oh, je bent ook helemaal weg. Door maar even opnieuw. Oh nee, laat maar, ik ben niet weg. Jawel, hè? Ik heb er helemaal niets van. Ah, joh, ben ik allemaal. Helemaal weg? Ja, ik zit uit de sessie. Ik ben helemaal. Je bent uit. Wow, dat is een dikke meneer. Ik ben helemaal uit ding. Zit je nog in mijn CEO? Kom, god, die vent is dik, jongen. Kijk, die vent kan toch niet rennen, dus. Zit je nog in mijn CEO? Nee. Oeh, die vent kan nog vechten ook. Die vent kan nog vechten ook. Wacht daar even bij mijn CEO dan. Ik ga nog dood ook. Dat is van een dikke man. Hey. Ja, ik wacht er ook. Wacht, ik ga wel even lekker rondrijden in mijn mooie auto. Ja, een beetje rond mijn CEO mag. Yo. Kan je een beetje je rijskills proberen? Ah joh, ik heb geen rijskills. Daarom. Weet je, ik heb er nu weer om.
We zijn nog 54 minuten en eigenlijk moet ik met een uur moet ik stoppen. Hoe weet je dat dan? Nou, want anders staat er dat ik niet langer kan opnemen. Of nou ja, er staat niks, maar dan als ze dan de video aanklikken, dan wordt hij opeens gestopt. Weet je wat ik ga doen? Ik ga die vent aanrijden. Kijk, nu wil die vechten. Kijk, dat is leuk. Oh, kut, die vent kan vechten ook. Ja, kan die dikke vechten? Nee, die... What the fuck, waarom ontwijkt die nou niet? Is het dik? Ja, die dikke kan maar, vechten. Je bent maar mijn ding aan het vechten. Ja. Maar die dikke, die kan ook wel vechten. Die gaf gewoon twee links en rechts, jongen. Ik kom jou even joinen, oké? Yo. Maar anders telen we gewoon even bij jou een auto. Hoeveel auto's heb jij nog dat we kunnen deliveren? Drie? Ja. Oh, dan gaan we gewoon even auto's deliveren, ja? Nee, we gaan als eerst... Nee, dat vind ik echt niet leuk, want ik vind die special cargo's echt niet leuk. Hij is wel leuk. Ja, is die leuk? Ja, jij mag rijden. Nee, ik wil niet rijden. Jawel, je moet wel rijden. Oké, dan ga ik rijden. Oké. Nee, eigenlijk niet. Jawel, je gaat wel rijden. Nee. Oké, dan rij ik, maar dan ga je wel in de truck zitten. Ja, ik ga ook in de truck zitten. Volgens mij krijgen we wel lekker wat geld mee. Ja? Ik ben er hoor. Kom maar even ophalen bij mijn huis. Bij CEO? In mijn huis zit ik nu. Waar fuck is je huis? Oh, daar. Kutzooi. Helemaal daar weer heen. Nou, dan gaan we daar maar even heen rijden, hè, jongens. Ik rijd nu al fout gewoon. Kun je niet beter rijden dan? Ah. Gewoon even een andere route nemen. Yo. Kut, ik zat op mijn telefoon te kijken. Lekker, je zit erin. Yep. Oh kak. Daar komt mijn assistenten. Ik ben hier niet je assistenten. Assistent. Nee, ik ben niet je assistent. Manager. Nee, ik ben niet je assistent. Bodyguard. Ik ben niet... Ja, bodyguard klinkt al beter. Komt u er maar in, meneer. Nee, je gaat... Nee, niet meer uitgooien. Dat doe ik ook niet, maar je moet er toch even ingaan. Nee. Nou, Fuck. Dat deed je echt verder, omdat je me eruit wil gooien. Nee. Nee, kijk, ik beloof, ik klik, je kan het zien dat ik in één keer gewoon klik. Moet je opletten. Kijk, hier. Ik klik nu één keer. Hier. Ja, hier, kijk. Wacht, ik ga hier staan. Oké, kijk. Moet je opletten. Hier, één keer, klik. Tik. En dan ga ik nu rijden, anders gooi je me eruit. Ah. Ik gooi dus, ik heb geprobeerd het ook niet eens. Oh. Nou, kut. Wacht, we moeten naar CEO. Ja, kijk, hier. Ja. En je krijgt er ook nog lekker betaald voor. Hè? Oh ja? Ja, je krijgt er ook nog lekker betaald. Wat? Oh, ik dacht dat ik dat paaltje wel aan het kijken. Ik dacht dat het gewoon. Ja, zeker lekker betaald voor. Ai. Hoeveel dan? Ja, dat zie je dan wel. Oh, maar dat gaan we zo doen. Ja, zo gaan we doen, ja. Oké. Okay. Wat ben je aan het doen? Gaan we zo doen? Ja. Zeg maar even. Hoe krijg je er betaald voor? Dat weet ik niet precies. Want ik heb nog niet gespeeld. Wat een lul, jongen. Maar ik weet wel dat je goed betaald mee krijgt. Oké. Okay. Ik kan ook al bijna de turbo missie. Echt? Rocket? Nee, maar die is kut. Echt waar, die is echt kut. Die heb ik namelijk net gezien op YouTube en dat is echt een kutmissie. Wat moet je doen dan? Ja, wacht, ik zoek het, ik weet niet meer, maar ik weet wel dat ze hadden er heel veel moeite mee. Ze hebben het niet gehaald. Ja, wacht even dan, ik... Ze hebben volgens mij twee of drie keer... Nee, ze hadden hem twee of drie keer gedaan en drie keer of twee keer was het gewoon mislukt. Oh kut, ik moet stoppen met de opname. Mensen, het einde van de video, er komt een deel 2 aan, dus... Tot zo.